Terwijl wij ons allen opmaakten voor de formele uitslag van de verkiezingen, worden wij geconfronteerd met nieuwe gevallen van COVID-19. We zien ons binnen de afgelopen 24 uur geconfronteerd met clusters van besmettingen in Paramaribo en lokale verspreiding van besmetting in Albina en omgeving. De onduidelijkheid over de bron van de lokale verspreiding zorgt voor hoge alertheid. Het Nationaal COVID-19 managementteam heeft daarom aangegeven dat Suriname zich in code rood bevindt. U begrijpt dat code rood betekent dat wij naar een nieuwe fase gaan. Een fase waarbij wij wederom een beroep op u doen. Ons gezamenlijk doel is nu om besmettingen te vertragen, zodat de capaciteit van onze zorgverleners niet overbelast wordt. Als regering zullen wij uw veiligheid helpen garanderen door de maatregelen op te schroeven. Deze geldende maatregelen zijn: 1. De partiële lockdown zal vanaf morgen 2 juni in heel Suriname gelden vanaf 6 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend. Maatregel 2. Samenscholingen worden teruggebracht naar maximaal 5 personen. Maatregel 3. Per heden is de brug bij Stolkersijver voor beweging van personen in beide richtingen afgesloten, met uitzondering van noodzakelijke diensten, de veiligheids- en gezondheidsautoriteiten. Maatregel 4. Vanwege de extra zorg in bepaalde gebieden in het binnenland wordt het vliegverkeer voor passagiers van en naar de volgende dorpen per direct gestopt: Stoelmans eiland, Dritabatje, Godolo, Kotika, Lawatabiki, Antino, Anapaike, Ulemarie, Gakaba en Albina. Het vervoer van goederen blijft vooralsnog toegestaan. Maatregel 5. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen. Maatregel 6. De aangekondigde versoepeling wordt per heden teruggedraaid. Dat wil zeggen dat scholen gesloten blijven, crèches per morgen weer gesloten zijn, heropende markten weer gesloten zullen worden en alle bedrijven terug moeten naar de hoogste voorzorgsmaatregelen. Casino's en horeca's zullen wederom gesloten zijn voor bezoekers. Hierbij is het advies vanuit de gezondheidsautoriteiten om uw mond en neus te bedekken indien u toch op straat moet gaan. Hoeft u niet op straat, blijf alsjeblieft dan thuis. Tana oso, noga strati. Leg uzelf een thuisquarantaine op. De komende 2 weken zullen wij de grootste voorzorgsmaatregelen moeten nemen voor onszelf en voor elkaar. Zorg u dat uw weerstand sterk is door veel groente en veel fruit te eten. Zorg u dat u regelmatig uw handen ontsmet. Neem geen risico's. Voelt u zich grieperig? Isoleert u zichzelf en bel 178. Laten we allen extra zorgen voor de meest kwetsbaren onder ons. In het bijzonder aan onze broeders en zusters in Marowijne, Sipaliwini en Nikeri vraag ik om de rust te bewaren. Heeft u gezondheidsklachten, maakt u dan contact met een medische post. De medische teams in het veld zullen u verdere instructies geven. Gaat u zich alsjeblieft niet verplaatsen en zo de kans op besmetting vergroten. COVID-19 discrimineert niet tussen leeftijd, sociale status of politieke kleur. Nogmaals benadruk ik, zowel onze gezondheid als de spoedige afwikkeling van de volkswil zijn onze hoogste prioriteit. Ik vraag u wederom om samen in gebed te gaan. Gado na wifesiman.